daar zit Amma. Geen lichtwezen met goudgele aureool, geen zachtmoedige lachende kroemoeder met perzikwangen. Nee, Amma is een gigantische brok zwetend vlees dat met gefronst voorhoofd prevelend heen en weer wiegt. Ik ben Elfie Tromp, ik ben 27 jaar, ik woon in Rotterdam en mijn debuutroman Guru is net verschenen. Vanavond is er een speciale guru-avond in literair café Tjechov & Co. De eerste uur treden allerlei jonge schrijvers op en daarna word ik geïnterviewd en lees ik voor uit mijn debuutroman Guru. Het is een tragicomisch verhaal over een jong meisje dat gelooft dat zij de nieuwe Yomanda is. Voor de mensen onder de 20, Yomanda is een soort Nederlandse Char, alleen dan veel groter en in een blauwe jurk. En het is een tragicomisch verhaal over een jong meisje dat gelooft dat ze de wereld wil healen, maar haar eigen leven eigenlijk niet eens op orde krijgt. De inspiratie is onder andere mijn tante geweest. Die is een heks van ongeveer 150 kilo die gelooft dat ze DNA kan veranderen. En zij heeft mij in mijn jeugd meegenomen naar heel veel spirituele cursussen, heksenbijeenkomsten en seances. Ze kon wel DNA veranderen, maar haar obesitas niet. Ik weet ook niet hoe het werkt. Je gaat natuurlijk dingen ontzettend bevragen. En grappig genoeg, ik ging naast die New Age gewoon filosofen lezen en ook hersenwetenschappers. Ik ben ons brein van Dick Swaap is een van de boeken die mij echt 100% atheïst heeft gemaakt. Omdat hij eigenlijk alles uitlegt aan de hand van het brein en alle chemische processen daarin. Ik ben daar in die New Age wereld beland omdat ik als kind hoorde ik stemmen en zag ik ook dingen. Ik heb psychologie gestudeerd. Ik denk achteraf dat ik een lichte vorm van jeugdschizofrenie had. Die is overgegaan inmiddels. Maar in mijn jeugd heeft niemand tegen mij gezegd, je bent gek, je moet naar een psycholoog. In plaats daarvan was mijn tante daar en die zei, je hebt een gave. En die New Age wereld, ik ben er nu heel negatief over, maar er zijn ook dingen die er wel heel mooi aan zijn. Zo heb ik er bijvoorbeeld een veel beter lichaamsbewustzijn van gekregen. Door al die ademhalingstechnieken en meditatieoefeningen weet ik sneller wanneer ik stress heb en hoe ik daar iets aan kan doen. En dat kan ik heel veel mensen aanraden. Ik mis mijn gaven af en toe wel, moet je eerlijk zeggen. Ja, ik vond mezelf vroeger bijzonderder dan ik nu ben. Maar ik heb er wel veel voor teruggekregen. Zoals de mogelijkheid om goede gesprekken te hebben met mensen. En niet als een compleet idioot aangestaard te worden. Helpers bewegen als bijen om haar heen. Een ervan duwt de dikke vrouw tegen Amma aan. Een ander legt een zuurtje en een bloemblaadje in Amma's rechterhand. Ze sluit de mollige vingers eromheen. De volgende helper pakt de linkerhand van de geknuffelde vrouw, vouwt de palm open. Amma stopt het geschenk erin. Van Amma, with love. Het duurt hooguit een halve minuut. Een van de vreemdste dingen die ik heb meegemaakt was mijn avontuur bij knuffelgoeroe Amma uit India. Dat is een bestaande goeroe. Je kunt nog steeds bij haar op bezoek. Zij reist de wereld rond om mensen te knuffelen. En ik kwam daar en ik werd met mijn hoofd in een soort wit tafelkleed geduwd dat ze aan had, een sari. En er zat een hele grote vieze vetvlek op haar schouder. En daar werd ik zo vol ingeduwd met mijn hoofd. Dus het moment dat ik verlossing en euforie had moeten voelen, was ik alleen maar compleet walgend van mezelf en dat moment. De vrouw wordt weggetrokken en Elfie is aan de beurt. De eerste helper drukt haar omlaag. Down, down, zegt hij. Ze kijkt naar hem op. Zijn tanden zijn bruin gevlekt. Hoe vaak zou hij met Amma knuffelen? Ze zit in elkaar gezakt voor haar. Elfie wil haar aankijken, maar Amma's ogen draaien weg. Ze brabbelt en wiegt. Grijze krullen plakken als schaamhaar op haar voorhoofd. Elfie denkt aan Lisa Sparks, de pornoactrice die met 919 mannen het wereldrecord van grootste gangbang zette. Samen met Kate zag ze eens een documentaire over Lisa op SBS6. Elfie kijkt om zich heen. De sportzaal biedt ruimte aan minstens 1000 man. Je gaat dingen alles als een les zien. Dus bijvoorbeeld mijn vriend die vreemd ging, mijn ex-vriend. Dan zei ik, ja, maar ik ben niet boos. Ik ben hem dankbaar voor deze les. Ja, dat is wel crazy, hè? Hij had het echt, the time of his life. Een helper duwt Elfie's hoofd naar Amma's schouder. Amma ruikt muf, als een wasmand die een week in de hitte heeft staan broeien. En dan ziet ze het. Op het witte gewaad, daar waar de hoofden van Elfie's voorgangers tegenaan gedrukt zijn, zit een bruin-gele vetvlek. Zoals de gangbangers Lisa Sparks onderspoten, zo hebben de Amma-volgers haar bestempeld met hun gorigheid.
Mijn algemene boodschap met dit boek is eigenlijk beide kanten van die nieuw eetwereld laten zien. Het is heel makkelijk om het belachelijk te maken en zeggen het is allemaal slecht. Maar tegelijkertijd, er is niks mooiers als iets dat mensen hoop geeft en houvast. En ik denk dat dat iets is waar heel veel jonge mensen in deze tijd mee worstelen. Zeker degene die zonder religie zijn opgegroeid. Die zoeken een soort leidraad of houvast hoe ze hun leven in moeten richten. Wat is goed, wat is slecht, wat is moreel verwerpelijk, wat is gezond. En dat is iets waar mijn hoofdpersonage Elfie in het boek heel erg mee worstelt. Elfie probeert los te komen, maar wordt walgend in de warme vetplek gedwongen. Amma wiegt haar 2 maal, dan is ze vrij. Iemand opent haar linkerhand. Elfie krijgt het zuurtje en bloemblaadje in haar hand gedrukt en ze druipt af. De volgende is aan de beurt.